Ik ben Tanja. Leuk. Wij gaan u naar een film begeleiden in de taaltuin. Ja. En daarna krijgt u een rondleiding van ons. Ja. En daarna komen we weer aan de tafel. Tanja Jadna Nansing brengt een werkbezoek aan BCPL, de Brandenberg en het Eikhagen College. Daarvoor is ze bij Agora in Roermond. Ja, verschillende opdrachten tijdens DMP. En we helpen soms op andere scholen met sportdagen. Op de Brandenberg wordt ze ontvangen door leerlingen, houdt een pizzasessie en krijgt een rondleiding. Op het Eikhagen College zal ze een toespraak houden op de nieuwjaarsreceptie van de commissie van bestuur SVOPL. Tanja Jadna Nansing is lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Zij behartigt voortgezet onderwijs en met name beroepsonderwijs. Ik heet Tanja. Ik ben Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En ik heb iedere woensdagavond in de Tweede Kamer pizzasessies. Dus daarom is het leuk dat jullie nu ook pizza eten. Wat ik daar doe is ik nodig mensen uit, vooral jongeren, om te praten met mij over hoe kan het onderwijs nog beter. En jullie gaan mij helpen, want dan ga ik vertellen waar jullie mij mee moeten helpen. Ik heb net al gezien dat jullie geweldige school kunnen pimpen. Dus misschien kunnen jullie ook mijn debat een beetje oppimpen. Die debatten in de Tweede Kamer zijn vaak erg saai. En ik zou het zo leuk vinden als ik daar het debat hou, dat gaat echt over de toekomst van het VMBO, dat ik met naam, dus Celine, je moet ook de naam opschrijven van wie wat zegt, dat ik met naam zeg van nou, zoals Celine zei, dat ik dat dan aan de staatssecretaris en de minister, jullie goede ideeën, als je dat hebt, misschien heb je helemaal geen goed idee, dat is ook prima, maar stel je hebt een heel goed idee, dat ik dat dan kan opschrijven en dat ik in dat debat af en toe ook iets kan noemen. Mitch, jij zegt meteen iets wat ik ook vind. Dus dan kan ik inderdaad zeggen zoals ik het zelf vind en zoals Mitch het vindt, meer praktijk. Want dat vind ik echt, want het VMBO, dat staat voor, weet jullie wat dat betekent, VMBO? Het is het voorbereidend beroepsonderwijs. Dat wil zeggen, je wordt voorbereid op een beroep. Wat is een beroep? Heel praktisch. Je gaat dingen maken, je gaat dingen doen, je gaat ergens voor. En het is heel gek als je dan vervolgens op zo'n opleiding alleen maar theorie zou krijgen. Dus die opmerking van Mitch is natuurlijk geweldig. Die gaan we erin houden, Celine. Je hebt hem voor me opgeschreven. Dankjewel. Tanja, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En het werd net al gezegd, met hart en ziel verpand aan het beroepsonderwijs. En nog meer aan de jongeren in dat beroepsonderwijs. En als er één ding is dat ik leer met al die werkbezoeken, iedere keer opnieuw, dan zie ik ook hoe mooi de jongeren zijn in dat beroepsonderwijs. Maar ook de docenten die daar lesgeven, die dat ook doen vanuit een enorme passie en motivatie. Het onderwijs, en dat is moeilijk en tegelijkertijd ook mooi, het onderwijs is van ons allemaal. Het is niet alleen van de docent, het is ook van mij. Als we het hebben over jongeren in het beroepsonderwijs, dan hebben we het altijd over de gouden handjes. En daar moeten we gewoon mee ophouden. Want jongeren in het beroepsonderwijs, die zijn niet alleen maar gouden handjes. Ik wil stiekem, ik wil niet stiekem, ik wil het openen, door deze jongeren de denkende doeners noemen. En dat we ook met z'n allen besluiten om niet alleen maar die cognitieve vaardigheden zo vreselijk belangrijk te vinden, maar dat we ook die praktische vaardigheden, veel meer dan we nu doen, in de etalage plaatsen. Dat we met elkaar als Nederland zeggen, dit vinden wij ook belangrijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Deze dag, hoe vond je het? Ja, ik vond dit een hele mooie dag. Ik ben begonnen met een heel mooi gesprek bij Agora en Nikkei. Hè. En daar heb ik allerlei nieuwe concepten gezien voor het onderwijs. Vond ik echt heel mooi om te zien dat je inderdaad niet vastgeroest moet blijven in een systeem wat we al heel lang hebben met elkaar. Maar dat je gewoon nieuwe dingen kan verzinnen met elkaar en dat het ook werkt. Wie bent u van
Roermond naar Zuid-Limburg gekomen. Wat is hier eigenlijk opgevallen? Ja, naar Roermond zijn we inderdaad naar Zuid-Limburg gegaan. We hebben toen een school bezocht op de Brandenberg. En nou, dat was geweldig, want daar zie je dat jongeren samen met hun docenten en anderen van de omgeving de school hebben gepimpt. Dus ze hebben die school gewoon helemaal mooi gemaakt. En wat leuk is, is dat het niet alleen maar gaat over de omgeving mooi maken, maar dat die jongeren ook aan mij zeiden van, onze omgeving is niet alleen mooi geworden, wij als school zijn ook zelf mooier geworden. Dus hoe we met elkaar omgaan is veel mooier. We hebben veel meer zin om naar school te gaan. We hebben zin om het mooi te houden. En dat vond ik nou weer ontzettend prachtig om te zien. Ja, ik heb ook een pizzasessie gehouden bij Brandenberg met een aantal jongeren. En daar hebben we gesproken over hun ideeën over hoe de toekomst van het VMBO eruit moet zien. Want het is natuurlijk heel makkelijk om als politica of als docenten of als bestuur te verzinnen hoe het eruit moet zien. Maar het is ook erg goed om het te vragen aan de jongeren zelf, want die gaan immers elke dag naar school. En er zijn hele goede ideeën uitgekomen. Die heb ik allemaal opgeschreven. Of althans, die heeft een van de jongeren, Céline, voor me opgeschreven. En die neem ik mee in de voorbereiding van het debat wat ik volgende week donderdag heb. En hoe ben je eigenlijk erop gekomen om een pizza bijeenkomst te houden? Ja, hele mooie vraag. Hoe ik erop ben gekomen om een pizza bijeenkomst te houden. Ik hou iedere woensdagavond in de Tweede Kamer pizza sessies. Nodig ik studenten uit, jongeren, eigenlijk iedereen die maar met me wil praten, nodig ik uit om te vertellen van hoe gaan we het onderwijs beter maken. En soms ook hoe gaan we gewoon de samenleving beter maken. En die pizza-sessies die zijn altijd heel erg leuk en heel goed voor mij ideevorming. En ik dacht, nou, als ik naar Brandenberg ga, dan wil ik ook daar een pizza-sessie. Dus zo is die gekomen. En weet je ook of het bij de kinderen ook wel leuk of goed is aangekomen? Of? Ja, een mooie vraag. Is het ook door de jongeren goed ontvangen? Kijk, aan hun gezichten te zien. En dat ze zei dat ze het leuk hebben gevonden toen ik wegging, denk ik van wel. Maar ja, dat moet je natuurlijk stiekem ook een beetje aan hun vragen. Omdat dat weet ik niet zo goed. Maar wat ik zag, dacht ik wel dat het leuk was, eerlijk gezegd. A melody softly soaring through my atmosphere. A melody softly soaring.